zot gedrag bij de buur, in mijn glaasje wijn, van zei hij tegen mij van goh, ik had in mijn leven altijd een vlieger willen bouwen. En ik zei tegen hem, mocht een vlieger bouwen, dat is toch niet mogelijk. Jawel, jawel, zegt hij. Gelijk dat hij op internet zit, zegt hij, moet een man een keer achter zoeken, een keer achter surfen, dan gaat hij wel zien. Hoe meer dat ik eigenlijk naar de site ging gaan kijken, hoe meer goesting dat ik eigenlijk begon te krijgen om zelf een vlieger te bouwen. Ik ben in contact gekomen met een Nederlander, André, en die was zelf bezig aan zijn tweede vliegtuig. En ik had al heel wat foto's gezien op zijn website. Ik was op bezoek geweest en natuurlijk, ja, omdat dan live nu aan het werk te zien, dat werd nog meer en meer gestimuleerd. Ik heb daar een maand of drie zitten over denken. En dan heb ik eigenlijk begonnen met eigenlijk de staart te maken van het vliegtuig. Ik ben begonnen met de staartsectie en ik dacht van ja, lukt het niet. Het is niet zo'n grote investering om dat stukje van een vliegtuig te bouwen. In totaal heb ik daar 6 jaar over gebouwd. In die 6 jaar is er natuurlijk veel gebeurd. Er zijn heel veel leuke momenten geweest. Maar toen ook, ja, het type dat ik gebouwd heb, de Zenit Zodiac, waren dan een paar vliegtuigaccidenten en dan, ja, dan leef je dat natuurlijk weer mee. Ik zou het niet meer opnieuw doen. Ik zou het niet meer opnieuw doen. Ik heb er in die tijd wel veel plezier aan gehad. Ik ben ook heel blij dat ik de eindbeet gehaald heb. Heel veel mensen slagen er niet in om het af te werken tot een vliegklaar toestel. Er staan heel wat onafgebouwde toestellen op een zolder ergens. Het vergt veel doorzettingsvermogen. Na een voltijdse dag, dan weet je wel dat je soms tot 's nachts dat je eigenlijk als een hek moet doorwerken. In de tijd was het wel een attractie in de buurt. Ik heb veel hulp gekregen van naast de buren, want af en toe moet je wel een keer een paar zware vleugels opheffen. In de West Aviation Club, in de vliegclub, werd dat eigenlijk niet zo enthousiast onthaald. Als je zelf een vlieger bouwt, besef je ook wel wat meer de risico's zijn. Je moet echt, elk stuk moet heel goed gemaakt zijn, want je speelt eigenlijk met mensenleven. Belgische maak de motor. Om het toestel te kunnen verkopen is het heel wat moeilijker als je kiest voor een niet-evidente motor.